Goedemorgen allemaal, het is nu 11:53 op 5 mei 2018. Ja, jullie hebben mij een paar dagen gemist, maar dat kan kloppen. Maar dat leg ik allemaal vandaag nog wel uit. En ik ga zo meteen lopen met mijn hondjes. Ja, ze krijgen allebei een haltje om. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Ja, lekker weer. Ja. Vogeltjes fluiten. Ja. Het is droog, bijna, nou goed, een klein licht briesje, lekker koel. En er geen wolkjes aan de lucht. Ja, want het was vannacht ook lekker helder, of niet? Ja, klopt, helemaal. Dat is mooi. En waar lopen wij nu op? Wij lopen nu op asfalt. Ja. En het was ooit... Ik ga van die kant lopen, want ik loop nou zo raar met mijn camera. Kom, dame, kom hier. Dames, even. Dan kan ik mijn camera wisselen. Wisselen. Kijk, nou kan ik jou er ook beter op krijgen, zie je? Oh, okay. Goed, we lopen dus nu over nieuw asfalt. Ja, ik laat het even zien, Monumento. Mag ik even weer erbij? Even wachten. Je kan ook gewoon je halte weer omkrijgen, hoor, dame. Maakt me niet uit. Kijk, het is heel nieuw asfalt. Heel nieuw asfalt, even. Kijk, hij was een beetje wazig en dat schiet niet op, hè? Nee. Het schiet inderdaad niet op. Zo, en dan gaan we gewoon weer verder lopen van mijn lijn, schat. Kom. Jij ook? Hallo, ik zit nou in de knoop. Zo, hè? Ja, ik zat even in de knoop. Serieus in de knoop, ja. Toch? Ja. Ja, maar ga verder met je verhaal. Ja, ja. Hou me even vast, want jij kan dat makkelijker nu even dan ik. Want ik zit, jij zit in de knoop. Hele twee lange lijnen. Ja, oké. Okay. Nou, dit is dus nieuw asfalt. Het oude asfalt dat was ietsje smaller en wat meer hobbelig. Gaten en oneffenheden, laat ik het zo zeggen. Ja, en nu is het mooi glad en glad, nou recht, kun je recht. Gewoon lekker lopen. Ja. En zonder te gaan struikelen, dat is ideaal, toch? Ook voor scootmobielen, rolstoelers, et cetera. Ja, inderdaad. Dankjewel, want je maakt weer een heel lang verhaal van, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig! En jij krijgt je halte weer om. Klaar! Zo, inmiddels alweer 9 over 1, bijna 10 over 1 smiddags. En we hebben een heel leuke vriendinnetje van mij gesproken. Ja. Ja. En die wil een hond wat afleren, blaffen, maar dat weet ik en dat gaat dus niet worden. Hè? Nee. Nee, want dat zit eenmaal in die hond. Blaffen. Laat. Hi. Goedemiddag. Kom, dames. Ja, kom. Rustig. Nee, maar die hond dat blaft gewoon altijd naar elke hond wat er voorkomt. Maar dat vrouwtje die wil dat dus gaan afleren. Kregen wij dus al te horen. Ja. Waar ben jij? Ik wou net zeggen, want ik wou net zeggen, top, dank je. Nou ja, dat is gewoon even kijken. Want ik moet er niet achter komen dat vrouwtje dus een anti-blafband om het nekje gaat doen van die hond, want dan is diegene de mijne, hè? En dat meen ik. Dus en ik weet ook dat diegene waar ik het over heb, mijn vlogs kijkt. Ja. En de hond die zit niet hier in mijn wijk, maar aan de andere kant van de wijk. Ja. Mijn andere lievelingetje. Dus. Geachte heer, als je mijn vlog ziet. Ik weet dat je mij bekijkt soms. Ja. Dan weet je dat zij dus probeert om bij jouw hond het blaffen af te leren. Maar dat weet je, dat gaat hem gewoon niet. Hoe vervelend het ook is. Maar nee. Dus kun je dat even aan haar duidelijk maken dat dat dus niet gaat. Want daar zeg ik al, ik weet en dat je mijn vlogs kijkt. Dus en praten met mij wil je niet, dus dan doe ik het maar op deze manier. Kijk, heb ik toch een beetje contact met je. Dat is leuk. Ook al wil ze dat dus niet, dat wij contact hebben. Jammer dan. Dat is dus inderdaad heel jammer, want dit is ook mijn aankomstige ex, dus ja, hè? Ja. Daar staan de exen. Toch? Ja, en ik ben een beetje... Hallo, dames. Wazig. Nee, niet wazig, maar het licht. Oké. Kijk, want als ik zo ga, dan zien ze me wel. Okay. Kijk, zie je? Maar het is omdat het... Ja, dus juist. Juist. Zo, nou ben ik wel wazig, dames. Kijk. Nou ben ik weer normaal. Kijk, maar dat komt nu ook omdat ik mijn gezichtsherkenning in heb. Ja, nou niet echt gezichtsherkenning, maar focus. Focus.
erop. Ja, dus. Ik ga even zo staan, want dit is irritant als ik aan het vloggen ben en hij wordt donker. Kom even naast me staan als je wil. Kiekeboe. Kiekeboe. Auw. Kijk, nou ben ik wel wazig. Dan ga ik even zo. Kijk. Verschilt weer. Dus. Nogmaals. Als je deze vlog ziet. Die komt binnenkort online. Ja. Zeg dan even tegen jouw nieuwe vriendin. Ja. Tegen je vriendin. Een vriendin. Ja. Dat het blaffen bij je hond het zo eenmaal hoort. En dat kun je navragen met je vriendin. Aan de buren. En je weet welke buren ik bedoel. Dus kom even een keer gezellig langs op een bakkie. Dankjewel. Zo, nou het is alweer inmiddels alweer 5 uur. Bijna nog 2 minuutjes. Ja, ik zou nog eigenlijk er even op terugkomen waarom ik even een paar dagen niet heb gevlogd. Nou, ik ben met de kermis ben ik behoorlijk door mijn rug heen gegaan. En dat blijkt dus de spit te zijn in mijn rug. Dus ja, ik zit lekker onder de medicijnen eigenlijk. En ja, dan ben je gewoon heel veel moe, slaap je weer veel, ben je niet te genieten. Dus ja, dus daarom ook weinig, even een paar keer geen vlogs online. We proberen het wel, maar of ik lig te slapen of Roderick is even ook druk bezig. Dus ja, sorry alvast, maar ik hoop dat het wel weer wat beter gaat. Ik heb vandaag ook weer even een tijdje op bed gelegen. En ik ga weer even een paar naar binnen halen, want ik ga ook zo weg. Alweer, nog steeds. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik wil dat blaffen niet op mijn balkon hebben. Nee. Nee, ik wil dat blaffen niet hebben op mijn balkon. Hé. Hey. Moet dat. Kwispel. Kwispel, kwispel. Moet dat. Kwispel, kwispel. Wil ik dit. Kwispel, kwispel. Wil ik dat hebben, dat geblaf. Wil ik jou hebben op dat... Hé. Hey. Nee, hè. En je hoeft het kindje ook niet en te beschermen hoor. Die kennen dat ook heel goed voor zichzelf. Ja. Doe maar een autootje. Ja. Nou, en dan gaan we stilwezen, want dan gaan we maar nog eventjes de vlog even afmaken. En dan gaan we hem ook zo meteen pleiten, Jos. Ja. Zo. Maar anyway, ja, er zitten sjaks. Ik loop niet echt lekker. Normaal heb ik altijd de heup goed lom, zoals wat jullie weten met lopen. Maar dat gaat hem ook niet, want ja, het doet gewoon pijn. Dus, maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon door. Maar ik moet gewoon rustig aandoen. Dus daarom, en ik ben dan niet weer iemand zo, net zoals Enzo Knol of wie dan ook, dat ik ga vloggen op bed. Nee. Dat doe ik dan weer net niet, want dan wil ik ook gewoon lekker mijn rust hebben. Dus nu heb ik dan weer een betere dag. Maar het kan ook net zo zijn dat het morgen weer min is. Dus ja, dus ik heb nu nog lekker ruim een week om even een beetje bij te tanken. En dan wil ik gewoon weer er vol tegenaan weer om op school te zijn. En mee te kunnen doen met de spelletjes die er zijn. Dus ja, ik ga zo meteen mijn klaarmaken, fotootjes maken. GoPro die gaat mee. Deze vlogcamera gaat mee. En dan ga ik weer zo meteen richting Rodi nog aan het lopen is met zijn post. Ja, ik zou zeggen tot straks. Nou, we staan eventjes op de locatie. Waar we Roderick aan het ophalen zijn. Hij is nu aan het lopen. De laatste kilometertjes. Dus we gaan hem even aanmoedigen, jongens. We gaan hem aanmoedigen. Ja, hij kan het, hè. Ja. Ah, kijk, kijk, kijk. Go, go, laatste metertjes. Go. Kijk, dan ga ik even inzoomen. Kijk, go, go, je kan het. Ja, we gaan hem aanmoedigen. De postbode kan het. Het laatste huisjes. Ja, hij kan het. Hij kan het. We gaan hem gewoon even aanmoedigen. Ja, 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 ja. Kom, go, 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 go. Je kan het. Je kan het. Laatste. Laatste. Yeah.
Hij kan het! Hij heeft het weer gered. Het is nu 5:05. Hij heeft het gered, een uurtje te laat, maar het is mooi weer. Veel te warm. Veel te warm, kijk. En hoeveel tassen had u? 10. 10 tassen voor 3 wijken? Ja. Veel te veel. Ja. Maar hoe komt dat? Omdat mensen dingen bestellen via internet, hè? Klopt, ja. En dan moet jij dat allemaal bezorgen? Ja, we zijn te lui om zelf naar de winkel te gaan. Maar waarom dan niet gewoon via een pakketdienst, pakketbezorger, busje? Ja, die hebben ze ook. Dit zijn de zogenaamde buspakketjes. Ja. Die moeten door de brievenbus passen. Ja. Maar niet alle brievenbussen zijn daarvoor op bedoeld. Daarvoor ingericht. Ze zijn nog van de oude stempel met zo'n mini, mini, smal gleufje. En dan past dat niet. Dus dan moet je eventjes dus langs de retailer. Retailer, en wat is dat? En voor de mensen die het niet begrijpen. Ja, ik heb een brievenbuspakketje hier, bijvoorbeeld. Kijken, dit brievenbuspakketje. Dat past niet in de bus. Nee. Dus dan moet ik dat op een andere manier zien te bezorgen. Dus even aanbellen bij, bij deze en gene. En bij de buren, ja. Bij alle buren daar aanbellen. Twee buren, links en rechts mag je aanbellen. En dan, maar dan gaat het naar de retailer. Dan zit er een sticker op. Kijk, nee, sticker. Ja. Het zonnetje schijnt erop, dus dat... Dat is mooi. Dus je gaat naar de retailer. Die moet scannen van ik heb dat pakketje in ontvangst genomen. En dan ben jij er weer vanaf. En dan ben ik er vanaf, krijg ik kaartje mee, klaar, einde oefening. Mooi, toppie, dankjewel. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie heel graag bedanken weer voor het vertrouwde kijken naar mijn vlog. Ja, ik ga de vlog even afsluiten. En het was weer even een leuke vlog. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En ik zou zeggen dankjewel. En heel snel tot de volgende keer maar weer. Hey mensen, mazzel. Tot morgen.